Is het nu een fietspad of een voetpad? Dat is voor veel verkeersdeelnemers in Mariaheide niet helder. De onduidelijkheid zorgt in ieder geval dagelijks voor gevaarlijke situaties op de doorgaande weg door het dorp. En de inwoners zijn de fietsers op het voetpad meer dan beu. Het probleem is fietsers op het voetpad. Tegenovergesteld hier, net voor de café allemaal, zeg maar, dat mensen geen rekening houden met een voetpad is. En daar fietsen ze op. Er komen brommers, rijden veel te hard. Op de weg rijden ze allemaal veel te hard, ook de auto's. Weer de andere kant van de weg, de fietsers en brommers. Want ze rijden ook nog tegen verkeer in. Terwijl ja, dat je ontzettend goed op moet letten van als er een fietser komt of zo en er wordt gebeld. En dan, als hij niet op tijd opzij gaat, dan krijg je nog vaak een grote mond ook nog. Volgens Ten Brouwer zijn het vooral mensen van buiten Mariaheide. De meeste overtredingen worden gemaakt niet door de mensen in Mariaheide, maar anderen buitenaf. Het doorgaande verkeer van Uden-Veghel, mensen, werkverkeer, school en vooral heel veel schooljeugd die allemaal tegen de richtingen fietsen of op het voetpad. En dat zijn dingen die dan toch wel een zeer kwalijke zaak is. De maximum snelheid op de weg is 30 km per uur. Er zijn heel vaak gevaarlijke situaties die wij al meegemaakt hebben. Sinds kort heb ik gemeld een week geleden bij de gemeente. Want er was ook een situatie hier. Dat iemand hier 60 km tegen het verkeer in, hier net voor de deur, met een brommer overheen reed. Terwijl onze kinderen, kleinkinderen, hier aan het spelen waren. Nou, en dan denk ik nergens van, nou ga ik ook actie ondernemen. Dus, ja. Want het zit u hoog? Ja, ja. En dan kunnen we wel zeggen, ja. Dat is een... Ik vind dat de veiligheid in een dorp, ook waar mensen wonen en waar kleine kinderen, dat moet gewoon aangepast worden door de gemeente. En er gebeurt eigenlijk helemaal niks. De inwoners van Mariaheide moeten geduld hebben tot de situatie in de Pastoor van Harenstraat wordt aangepast. Die aanpassing kost 7 ton en pas in 2023 worden de eerste voorbereidingen getroffen. Ze zeggen dat er geen geld is. Dat heb ik vorige week alleen gehoord. En ja, het plan ligt er al 4 jaar geleden. Maar in die 4 jaar tijd is er helemaal niks gebeurd. Dus, en dat stoort mij. Brouwers kan op steun rekenen van Hart. Die partij gaat de kwestie nog eens aankaarten in de gemeenteraad.